Zit je klaar voor deze aflevering van de Boekenpraktijk? Hou je dan toch even stevig vast. Want we gaan nu echt met elkaar naar de kloten. Oftewel, het boekje Gegijzeld door Geld, geschreven door Leen Pape en Leo van der Voort, waarschuwt ons voor een ware implosie. Wat maakt dat we naar de Filistijnen gaan? We gaan inderdaad naar de kloten, zoals je dat vrij zegt. En we zijn right on track. En waarom we daar naartoe gaan is omdat er zoveel crisis op dit moment plaatsgrijpen. Die elk nog wel te adresseren zouden zijn, maar die samenhangend niet meer op te lossen zijn. En dat brengt ons echt niet na de afgrond, maar over de afgrond. Is er nog licht in de tunnel? Luister naar dit gesprek. Uw presentator is Willem van Leeuwen. We zitten gevangen in het kapitalistisch systeem. Daarbij lijken we inmiddels gewend aan die gevangenis. Sterker nog, we zijn nadrukkelijk van die gevangenis gaan houden. Dat is een stevige stelling. Die wordt geponeerd door auteurs Leen Pape en Leo van der Voort in hun pamflet met de titel Gegijzeld door geld, het Stockholm-syndroom van het aandeelhouderskapitalisme. Leen en Leo dus. Leen Pape is emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit en hij is daarnaast ook commissaris en toezichthouder bij een aantal organisaties. En Leo van der Voort is internationaal bestuursadviseur en partner bij Fuel for Living Strategies. Niet de minsten dus die dit beweren. In 2022 schreven zij het boek Exit Fantoomtrots. En daar heb ik Leo al voor geïnterviewd in de Boekenpraktijk. En dat was om precies te zijn aflevering 29. Dus dat is april 2022. Even terugluisteren dus. En vandaag was Leo opnieuw mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Ik moet je zeggen, niet al te vrolijk gesprek, want ja, het gaat dus over het feit dat we naar de kloten gaan. We zijn gegijzeld door geld en dat komt dus allemaal door het aandeelhouderskapitalisme. Hoe desastreus is dat aandeelhouderskapitalisme? Dat wilde ik heel graag weten van Leo. En wat is dan precies de verbinding tussen dat aandeelhouderskapitalisme en al die andere, wat hij dan noemt, ingrijpende crisis waarin onze wereld zich nu bevindt? En wat is dan een crisis? En wat is de complexiteit van al die crisissen samen? En waarom houdt dat verhaal eigenlijk van dat aandeelhouderskapitalisme ons zo gegijzeld? Is dat dan het Stockholm-syndroom? En de politiek, mogen we daar nog een beetje op hopen en rekenen? Of kunnen we dat ook schrappen nu, de invloed van onze huidige politici? En is er dan ergens licht aan het einde van de tunnel? Oftewel, is er een oplossing of een enige uitweg in deze daadwerkelijke crisissituatie? Of is het wachten op de implosie of disruptie? Ondanks dat, veel luisterplezier. Leen zit in Washington, dus we doen het opnieuw met Leo. Welkom. Dankjewel, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie noemen dit boekje, het is een klein boekje, maar er staat veel in. Dus we kunnen het volgens mij uitgebreid over hebben. Maar jullie noemen het een pamflet. En volgens mij is een pamflet altijd bedoeld om een bepaalde publieke opinie te beïnvloeden. Waar wil je ons in beïnvloeden, Leo? Nou, dat is je valt meteen met de deur in huis. Dat wij ervan overtuigd zijn geraakt dat we naar de bliksem gaan en dat we goed op weg zijn, om het maar populair uit te drukken. Ja. En dat besef, dat horen we eigenlijk zelden. Daar staan schrijvers vaak ook niet op te dringen om dat op te schrijven en uitgevers dan helemaal niet om dat uit te geven. Want het is in principe een nogal sombere, vrij dystopische boodschap. Ik werd er ook niet vrolijk van. Nee, wij ook niet. Nee. Waarom dan toch vind je het nodig om dat ons mee te geven? Dat we naar de kloten gaan, om het maar even heel plat te zeggen? Nou, omdat we dat ook echt zien gebeuren. Zoals wij in het boekje beschrijven, zien wij een 7 of 8 crisis op ons afkomen. Technologische crisis, de migratiecrisis die nogal actueel is op dit moment. En zo de een en de ander, geopolitieke crisis, die we misschien elk afzonderlijk nog op zouden kunnen lossen. Uh-huh. Maar de samenhang tussen die crisis, die is zo complex aan het worden dat we daar niet meer uitkomen. Yeah. En dan worden nog altijd van die vrolijke boodschappen verspreid en er worden ook nog vaak hele overigens best wel boeiende managementboeken geschreven met allerlei handreikingen en halleluja. Mm-hmm. En daar geloven wij eigenlijk steeds minder in. En denk, dat moeten we ook maar eens vertellen, dat niet meer aan de orde is. Dus elke wetenschapper of misschien semi-wetenschapper die beweert dat een klimaatcrisis nog op te lossen is, daarvan zeg jij, streep het door, dat kan dus eigenlijk helemaal niet. Ja.
Ja. En dat heeft te maken met de complexiteit van die crisis en de meerdere crisis tegelijk. Ja, vooral dat laatste, de impact van die crisis op elkaar. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld klimaatcrisis, nou, die kunnen we, die wordt her en der ook nog wel ontkend. Mm-hmm. Maar die heeft ook een migratiecrisis tot gevolg. Nou, die twee samen, dat is van een dermate grote omvangrijkheid dat we dat echt niet meer op gaan lossen. Ja, nou moet ik wel zeggen, ik zat ook even te twijfelen van wanneer noem je nou iets een crisis? En dat is niet om gelijk in de ontkenning te gaan, maar ja, wanneer is iets nou een crisis? Want migratiecrisis wordt volgens mij ook ontkend omdat de een zegt het is een crisis. Dat heeft met een soort gevoel van urgentie te maken dat het niet op te lossen is of dat het ineens op ons afkomt. En de ander zegt het is een probleem of een uitdaging. Ik denk dat iets echt een crisis is op het moment dat het de fundamenten raakt van het vraagstuk waar het om gaat. Oké, okay, ja. Dus migratiecrisis... Zitten we vol of niet in Nederland? Ja. Nou, ik denk daar denk ik wat genuanceerder over van niet. Mm-hmm. Maar het raakt in ieder geval voor een deel toch de bestaanszekerheid waar we mee te maken hebben. Ja. Of we dat fijn vinden of niet. Maar dat veroorzaakt ook een woningcrisis en een opvangcrisis. En noem het op. Dus daar waar het de fundamenten raakt van een vraagstuk, dan denk ik wel dat het iets een crisis genoemd kan worden. Ja. En het feit dat we zo'n crisis eigenlijk niet oplossen, of los van het feit misschien of we het kunnen oplossen, heeft dat dan te maken met dat we het misschien toch te veel... Ja, wat is dat? Kijken we te veel weg? Waarom hebben we het niet aangepakt? Zeg maar even terugkijken. Ja. Nou, ik heb eerder een boek geschreven samen met Rob Veilstra. Daar hebben we ook volgens mij ooit een gesprek over gevoerd. Risicovreugde heette dat boek. Ja. En risicovreugde had te maken met drie zaken. Voorstellingsvermogen, moed en executiekracht. Mm-hmm. En naar de mening van Leen en mij ontberen wij nu elk van die drie zaken bij welke crisis dan ook. We kunnen ons, of we willen ons niet voorstellen hoe erg het is. Mm-hmm. Als we dat al zouden kunnen, hebben we vaak niet de moed om daar fundamenteel op in te grijpen. En als we die twee al wel zouden hebben, dan hebben we ook onvoldoende executiekracht om dat wat nodig is ook echt te doen. Ja, en voor wat betreft die twee laatste, dat is nu inmiddels onbegonnen werk, begrijp ik. Ja. We zijn te ver doorgeschoten om nog moed hebben we misschien wel, maar executiekracht om het op te lossen is... Nee. Mission Impossible. Mission geworden. Impossible. Ja, oké. Okay. Ik dacht ook even toen ik het las, is het misschien ook gewoon een betoog om wat linkser te stemmen in plaats van rechts, of niet? een oproep aan de mensen om wat linkser te stemmen dan rechts. Nou, dat zou ik maar niet aandurven. Of is het geloof in de politiek in die zin ook een gepasseerd station? Ja, dat is zeker ook het geval. Ik denk dat de denk- en de daadkracht in de politiek echt het nulpunt wel nadert. Waar heeft dat mee te maken? Waar heeft dat, het heeft natuurlijk te maken met de complexiteit van dit soort grote uitdagingen, CQ-crisis. Heeft het ook te maken met het feit dat we de verkeerde mensen op die posten hebben? Ja, of het nou links of rechts is, dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit. Maar ik denk dat we niet meer in staat zijn om veel intellectuele denkkracht of managerial daadkracht aan te trekken om in de politiek actief te zijn. Hmm, ja. En als je vaak het niveau van het debat volgt in die Tweede Kamer... De Eerste Kamer volg ik dat in dat opzicht iets minder... maar dan slaat de schrik je wel om het hart. Ja, oké. Okay. De schuld van alles is de desastreuze en verwoestende werking... van wat jullie noemen het aandeelhouderskapitalisme. Leg uit. Leg dat maar eens uit. Nou, dat is... Toen ik lang geleden in Amerika kwam, was daar net het shareholder capitalisme of shareholder value denken in opkomst. Er was een boek verschenen dat heet, het was van Rappaport, On Creating Shareholder Wealth. En ik vond dat boek vond ik echt interessant. Ik vond de persoon interessant, dus ik was er wel door gegrepen. Waarom? Wat maakt het interessant? Nou, dat je waarde moet creëren voor je aandeelhouders, omdat je anders onfinancierbaar bent. Ja. Dat wordt nog wel eens vergeten. Dat we nu hebben we, je moet vooral je stakeholders bedienen. Maar als je dan je aandeelhouders verwaarloost, dan word je op een gegeven moment onfinancierbaar. Dat is vrij onhandig als je geld nodig hebt. Ja. En ik was toen wel gegrepen door het aandeelhouderskapitalisme en of waardecreatie, dat is misschien nog wel de beste term. Dus ik kwam in Nederland bij allerlei bestuursvoorzitters of raden van bestuur.
soms raad van commissaris. En dan begon ik vol enthousiasme wat te vertellen over shareholder value. Hmm. En dan keken ze me toch ook vaak aan. En was het idee, waar heb je het over? Bijvoorbeeld bij Philips. De aandeelhouders moeten hun hoofd houden. Ze krijgen hier een glas jus d'orange en een scheerapparaat. En voor de rest. Ja. En dat is ongeveer de letterlijke quote in die tijd. En dat was bij vrij veel van die raden van bestuur het geval. Hmm. En die raakten ook redelijk allemaal in de problemen. En hadden grote moeite met financierbaarheid. Nou, Philips is daar een groot voorbeeld van. Ja. Ik denk, zo krijg je wel de kous op de kop van het ontkennen van die aandeelhouder. Hmm. Nou, wat we de laatste 10, 20 jaar hebben zien gebeuren, is dat. Als je die beloningsketen hebt, je moet je leveranciers betalen, je personeel betalen, je moet de banken betalen. En aan het einde moet er wat overblijven voor die aandeelhouder. Ja. Dus dat was zeg maar even van naar links naar rechts denken. Maar tegenwoordig zijn we aan rechts beginnen met denken van we moeten heel veel voor die aandeelhouder doen. Ja. Inkoop eigen aandelen, superdividenden, noem het maar op, kostreducties om dat allemaal een beetje te kunnen doen. En we vergeten die linkerkant van die waardeketen. Hoe komt dat? Wat maakt dat we die switch gemaakt hebben? Nou, dat die focus nog veel meer op die aandeelhouders. Ja, op enig moment is geld geen middel meer geworden, maar een doel. Ja. En dat is al het moment, en dat is niet echt te pinpointen op één actie, maar dat het langzamerhand is geld echt maatgevend geworden. Ja. In alles wat we doen. Ja. Daar heeft het kapitalisme wel de overhand genomen. Ja, en jullie schrijven ook dat dat geld zorgt ook voor dat we steeds minder de waarde zien van immateriële zaken, zeg maar. Ja. Het geld. We kennen de prijs van alles, maar de waarde van niets. Dat is zo'n beetje een quote uit het boek. Mm-hmm. Alles is inmiddels op geldtermen terug te voeren. Mm-hmm. Maar veel immateriële zaken die verdampen daarin bijna. Heb je daar een voorbeeld van? Want ik denk dan gelijk aan de natuur. Maar heb je daar nog andere voorbeelden van? Ja, natuur is een prachtig voorbeeld zelfs. Mm. Daar wordt nergens mee ingeprijsd. Terwijl wij heel veel gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen. Mm. Waarmee we ook die natuur naar de bliksem helpen. Ja. Van die externaliteiten zou je ook in principe de rekening moeten betalen. Dus neem vliegen. Ik moet voor mijn werk nogal vliegen. Ja. Maar het zijn vaak absurde ticketprijzen. Dus als je goedkoop vliegt van Nederland naar Italië, kan je geloof voor 29 euro een retourtje boeken. Hmm, ja. De externaliteiten zouden in die ticketprijs moeten worden ingeprijsd. Ja, ja. Is het niet zo dat, laten we zeggen, de focus op groei, winst, geld eigenlijk altijd een beetje in ons systeem als mens gezeten heeft? Wij willen toch gewoon niet horen dat we volgend jaar achteruit gaan? Ik kan niet heel erg ver terugkijken. Ik weet niet of in de middeleeuwen alles gericht was op groei of nog verder terug. Maar groei is wel op een gegeven moment bijna alles bepalend geworden. En misschien moesten dat ook wel worden omdat we als bevolking aan het groeien waren. We drukken ook alles uit nu in bruto nationaal product. Ja, dat schrijf je ook. Maar zaken als welvaart verdringen echt steeds meer welzijn. Hmm. Nou, daar zou een nieuw optimum in gevonden moeten worden, wat we niet gaan vinden. Want elke vorm van optimisme, dat moeten we wel de kop indrukken. Ja, maar even dan dat Stockholm-syndroom, hè? Want dat is de subtitel van jullie boekje, Gegijzeld door Geld. Ja, het Stockholm-syndroom van het aandeelhouderskapitalisme. Kun je dat uitleggen? Op een gegeven moment waren we aan het denken, wat zien we nou gebeuren? En toen kwamen we inderdaad op die gijzeling in Zweden, waarbij die medewerkers van een bank gegijzeld werden. En die gingen op een gegeven moment houden. Nou, houden is misschien wel een heel groot woord, maar ze gingen ook sympathie krijgen voor de mensen die hen in gijzeling namen. En dan later had je nog Patricia Hearst die gevangen werd genomen en met haar gijzelnemers zelfs overvallen heeft gepleegd. Ja. Omdat ze er graag bij wilden horen. Nou, en dat is het Stockholm-syndroom gaan worden. Ja. En dan, wij worden dus op deze manier ook gegijzeld door geld en we zijn er ook van gaan houden. Ja. Al was het alleen maar omdat bijvoorbeeld al onze pensioenen afhankelijk zijn voor een flink deel van het creëren van waarde. Ja. Dus we zijn gegijzeld. Ja. Waar dan ook gaat het over dat geld. Dus de politiek doet in die zin ook niet mee, want we creëren een pensioenstelsel wat eigenlijk afhankelijk is van aandelenkoersen. Ja. En daarmee dus van de waarde van geld. Waar wij ook niet meer uit kunnen ontsnappen. Nee, oké. Nou, laten we even naar stelling gaan. Stelling 1.
Ik heb wel het gevoel dat dit de meest deprimerende editie van de boekenpraktijk gaat worden. Ja, ja. Het is ook wel een beetje bedoeld. Ja. En Leen, die heeft dan nog een vlammetje optimisme. Maar dat heb ik al helemaal niet. En waar zit dat vlammetje optimisme van hem? Hij denkt altijd nog wel dat we met elkaar de weg ontdekken. Maar ik denk, ja, dat is Leen, dat gaan we wel doen. Maar nadat we een keer echt helemaal naar de bliksem zijn gegaan. Want toch, hè, even, want zo heb ik het ook zo te lezen. Ik wil dan, terwijl ik het zat te lezen, betrapte ik me op het fenomeen. Dat ik dacht, ik wil gewoon niet geloven dat er geen uitweg ja, is. Ja, ja. Dus er moet toch een vlammetje of een licht aan de tunnel ergens zijn. En stel dat dit nou een soort van wake-up call kan zijn voor ons allemaal. Dan nog zeggen jullie, het is te laat. Ja. Nee, ik geloof niet in de wake-up call kant. Nee. Nou, daar helpt deze stelling ook niet mee, denk ik. Moraal zit helaas niet in het primaire economische keuzegedrag van ons brein. En dus is het een volstrekte utopie om te veronderstellen dat we elke vorm van groei- en winstbejag ooit zullen gaan loslaten. Ja, ik kan me daar wel helemaal in vinden. Ja, we hadden de vorige editie van de boekenpraktijk hadden we Sven Gal te gast. Over neuromanagement. Interessant boek trouwens. En die zei ook, en dat lees ik ook in jullie boek, de mens als rationeel wezen is volledig onwaar. He, dat wordt wel in economische termen gedacht, dat we rationeel zijn, maar we kunnen helemaal niet rationele keuzes maken. We zijn eigenlijk constant bezig, zei hij, om dopamine kicks te verkrijgen. Dus we moeten gewoon steeds ergens een kick van krijgen. Ja. Zit daar een relatie met dat winstbejag, denk jij? Ja, ik denk wel dat mensen echt die prikkel krijgen van bezit. Ja. En Daniel Kahneman heeft er ook boeiende boeken. Daar zal Gal ook wel naar verwezen hebben, vermoed ik. Ja. En Leen is een groot liefhebber van die. Ik overigens ook, maar Leen zeker gegrepen door die boeken van Kahneman. Wij zijn niet zo rationeel. Dus we hebben die prikkel echt nodig. En we doen alles om die prikkel in toenemende mate te verwerven. Ja. Ja, en als ik dan kijk naar organisaties, daar zijn we toch bezig ook om maatschappelijk nut in onze purpose te vermelden. We hebben best een aantal organisaties die begint gelijk te lachen als ik dat zeg. Klopt dat niet? Ja, ik denk wel dat dat op zich klopt. Maar er is ook een boek, dat heeft volgens mij ook goede recensies gehad bij jullie, bij Managementboek, van Stefan van Ummelen. En dat gaat ook over purpose, dat ook loze, vaak enorm loze begrippen zijn geworden. Hebben we hem te gast gehad? Nee. Oh, nou, die kan ik zeker aanbevelen. Okay. Absoluut. Ja. Interessant om eens te horen. Ja. Dat wordt ook in ons boekje wel benoemd. God, hoe heet de goede man? Hij wordt in het boekje genoemd, die Amerikaanse... Milton Friedman? Milton Friedman, die ook zei van, daar zijn bedrijven niet voor. Nou, daar ben ik overigens zelf ook helemaal van overtuigd dat... Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat je alles moet doen zonder purpose. Maar waarom moet nou de ING een tentoonstelling sponsoren? Of laat ze dat geld gebruiken voor innovatie en... voor betere arbeidsvoorwaarden of betere rentes voor de spaarders. Maar dat doen ze niet. Nee, ze stoppen. Nee, die banken die maken er helemaal een potje van. Die gaan nu weer omvangrijke aandelen, inkoopprogramma's opstarten. En denk je, hebben we helemaal niks geleerd van die crisis van 2008... toen die banken echt gered moesten worden. Maar zitten wij dan als consumenten ook allemaal een beetje te slapen? Oh ja, absoluut. Ja, ja? We zijn te lui om uit onze stoel te komen. Ja. Want voordat je switcht niet makkelijk van de ene naar de andere bank. Nee. Dus nee. Dat wordt ons ook niet echt makkelijk gemaakt. Nee. Het wordt ons niet per se moeilijk gemaakt. Maar zelfs dan zijn we niet bereid om daarvoor in actie te komen. En Milton Friedman benoemde dat al. Ja. Bedrijven zijn er niet om goede doelen na te streven. Overigens, dat is wel een beetje de hoofdschuldige in jullie boekje. Die Amerikaanse econoom en voorvechter van dat vrije marktkapitalisme, Milton Friedman. Ja, vooral omdat dat is... zijn eerste stellingname, daar ben ik nog wel een groot liefhebber van. Maar dat is zo doorgeslagen. Mm-hmm. En dan hebben we dan dat als tegenwicht het Anglo-Saksische denken. Ja. Waarbij juist die hele andere kant in kaart wordt gebracht. Alleen ik vind dat over zijn totale schijntegenstelling, dat Anglo-Saksische versus het Rijnlandse. Die combinatie, dat is het enige wat zou kunnen werken. Waarom is dat een schijntegenstelling? Nou, je kan niet alleen maar die aandeelhouder blijven plezieren ten koste van het milieu, ten koste van je medewerkers, ten koste van je inkoopstrategie om alles er maar uit te persen. Want dat is waar we nu in zitten, denk ik. Daar zitten we behoorlijk in. Ja. Daar richt je ook schade aan. Andere kant, je kan nog niet maar oneindig je werknemers en dergelijke blijven plezieren als je die financiert niet ook pleziert. Hmm. Want ik zeg al, dan heb je die onfinancierbaarheid en dan lopen steeds meer bedrijven wel tegenaan. Nou, ja.
Dus die combinatie waarbij je zegt, nou laten we proberen met elkaar. Inmiddels is dat, heet dat meervoudige waardecreatie. Waarbij je probeert al die belangen echt in balans te krijgen. Ja. Maar als ik met veel Rijnlanders praat, die geld is vies. Ja, dus dan komen we ook niet verder mee. Daar komen we niet verder mee. Nee. Die geopolitieke crisis die nemen eigenlijk alleen maar toe. Hè. Terwijl we dit opnemen hebben we het hele verhaal natuurlijk van Israël en Iran en Hezbollah. Ja, maar ook daarvan denk ik, we zijn natuurlijk al jarenlang bezig met landjepik, noem ik dat even heel plat. Oftewel, dat is ook niet nieuw. En het feit dat we, dat we het klimaat kapot aan het maken zijn, is ook niet nieuw. Dus ik vraag me even af, wat maakt dat het nu 11:58 is in jullie beleving? Het is zeker allemaal niet nieuw. Dat maakt het nog des te schrijnender. En dat sluit wel aan bij het onvermogen om tot executie, echt uitvoeringen over te gaan. Mm-hmm. Maar wat we nu zien gebeuren is, kijk, al die crisis op zich, die zijn gecompliceerd. Maar gecompliceerd kun je oplossen. Ja. Een vliegtuig bouwen is gecompliceerd. Wij kunnen een vliegtuig bouwen. Mm-hmm. Dat is wat anders dan een vliegtuig bedenken. Dat was ooit wel echt een intellectuele uit. Maar bouwen kunnen is gecompliceerd. Het is wel altijd een lineair proces. Precies, je kan gewoon de handleiding volgen. Hoe bouw ik een vliegtuig? Om het maar badinerend te stellen. Maar complexiteit van een andere orde. Mm-hmm. Dan kun je niet meer uiteenrafelen. En die crisis die we allemaal hadden, die beginnen nu op elkaar in te werken. Ja. Nou, als je de ene al niet hebt weten op te lossen, mm-hmm. of die crisis op zich los, laat staan dat je ze nu gaat oplossen, nu ze echt samenhang beginnen te vertonen. Dus Australië is voor een flink deel al nauwelijks meer bewoonbaar aan het worden vanwege alle bosbranden. Dat gaat maar door. Die Australiërs gaan een keer migreren. Die gaan ergens naartoe. Ja. En niet naar Australië. Die verhuizen gewoon. Ja. Die zien nu die oorlog. Oekraïne. Allemaal migratiestromen tot gevolg. Nou, enzovoort. Die complexiteit, dat maakt het tot dat het niet 11:58, want dat is nog optimistisch. Okay. Het is inmiddels over 12. Ja, oké. En jullie hebben het er ook nog over een vertrouwenscrisis. Dus wat je ook nog ziet, zeg maar, in onze, noem het maar even de mindset, is dat we steeds minder vertrouwen hebben in het feit dat we het kunnen oplossen. En dus krijg je een soort laissez-faire houding. Ja, defaitisme. Ja. Zit jij ook middenin natuurlijk nu? Ja, daar ben ik dan zeker. Dus ik vertrouw überhaupt niks meer. Maar we hebben het vertrouwen in de politiek verloren. We zijn uitermate wantrouwend ten opzichte van technologie aan het worden. Met reden, hoe gaat AI ons leven bepalen? Dus we zijn overal wantrouwend op geworden. Ja. Ook dus complotten. Die technologische ontwikkelingen, AI, die schetsen jullie ook. De manier waarop jullie hem schetsen, word ik ook niet zo vrolijk van. In plaats van dat we zeggen, hey, die gaat voor ons heel veel denkkracht overnemen. En misschien wel, ik ben een naïef, hè, ik zie je kijken. Misschien wel die complexiteit van wat we met ons eigen denkvermogen niet aan kunnen. Kan misschien die AI-computer zo meteen wel overnemen. Maar jullie zeggen eigenlijk het omgekeerde. Zo meteen gaan we juist helemaal niet meer creëren zelf. Omdat we afhankelijk zijn geworden van AI. Ja. Ja, vroeger ging ik naar de kroeg voor een date. En nu heb je allerlei datingprogramma's die door geweldige algoritmes worden ondersteund. Wat ik heerlijk vind als vrijgezel. Ik hoef alleen maar een beetje op Tinder te swipen. En, toch? Dat is toch gemakkelijk? Ja, zeker. Dat is misschien wel makkelijk. Maar technologie houdt ons dan wel uit de kroeg, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, ja. Dus we ontmoeten elkaar nauwelijks meer echt. Ja. En technologie helpt daar dus niet zo heel erg bij. Mm-hmm. En dat neemt hand over hand toe. Hè. Die teksten die je nu geschreven ziet worden, we kunnen bijna niemand duiden wie ze heeft geschreven. Mm-hmm. Nou ja. Zo, we worden er lui van, laat zo zeggen. Ja. En stel dat we meer, ik noem het dan even met die softe kant op gaan, dat we toch elkaar weer gaan ontmoeten. Dat we ook weer gaan verbinden in plaats van een toenemende polarisatie. Zou dat een oplossing kunnen zijn als we de handen ineens slaan met elkaar? Dat zou een oplossing kunnen zijn, we gaan het alleen niet doen. Wij schrijven wel in een boek dat wij voorzien echt dat er echt hele nare dingen gaan gebeuren. Kan je dat iets meer duiden? Wat bedoel je daarmee? Nou, er gaan, ik denk wel een paar miljard mensen overlijden bij gebrek aan voedsel en gebrek aan water. Door natuurrampen. Het neemt hand over de hand toe. Daarmee wordt het anders. Ja. Wat er daarna gaat gebeuren, daar zouden we echt niet meer gaan. Dat schrijven alleen ik in het boek. Wij weten niet hoe dat eruit gaat zien. Mm-hmm. En hoe
florisant of niet florisant dat kan zijn. Dat kan heel dystopisch zijn. Er zijn ook fraaie boeken en films over gemaakt. Dat kan allemaal. Maar dat wat er overblijft, dat we zijn ook van mening dat niet alles naar de bliksem. In ieder geval, de mensheid sterft niet zomaar uit. Maar dat wat er blijft, dat zal wel een behoefte hebben aan een nieuwe ethiek. Ja, ja. En dat is precies wat je zegt, die soft kant. Maar ja, dat laat zich al heel moeilijk voorspellen. Uh-huh. Maar als het dan al iets moet brengen, dan zou het dat moeten zijn. Ja. Ja, want even nog over die ethiek. Jullie schrijven ook een aantal keren in in jullie boekje de zin. Even opzoeken, help me even. Die komt steeds terug. Er is behoefte. In de implosie is nood aan ethiek. Ja. Dus op het moment dat dit allemaal gebeurt en wij voorzien dat dat echt. En ik denk niet dat wij dat meemaken. Ik denk zelfs dat onze kinderen dat nog niet helemaal op die manier gaan meemaken. Maar daarna gaan al die dingen wel verwoestend vorm krijgen. Mm-hmm. En ik zeg al van nou 1 miljard of 3 miljard mensen aan onderdoor gaan, dat weet ik ook niet. Mm-hmm. Maar dat wat de rest, dat zal los moeten. En wij denken dat die implosie het medicijn is om los te komen uit dat Stockholm-syndroom. Mm-hmm. Dat wat er dan overblijft, dat moet meer die softe zingeving omarmen, noodgedwongen. Omdat je echt op dat moment echt op elkaar bent aangewezen. En daar is die implosie echt voor nodig? Want ik zie ook nu al bewegingen van mensen die toch zeg maar heel erg die softe kant meer in het bijna spirituele hoge bewustzijn hoek zitten om toch op een andere manier met elkaar samen te gaan leven. Ja. Dat is niet genoeg. Nee, dat is niet. Ik denk dat het goed is om dat wel te blijven doen allemaal. Omdat het ook zingeving brengt voor jezelf. Mm-hmm. Als je ermee bezig bent. Ja. Maar het is niet het is te gering, het is te soft ook af en toe, het iets te zweverig. En het helpt niet om het probleem te voorkomen. Maar als het gebeurd is, dan vermoed ik wel dat er een nood zal zijn om dat ethisch te verbinden. Ik hoop dat die luisteraar er nog is. Ja. We gaan even naar je boekentip. De boekentip. Er ligt een enorme pil naast je. Ja, geweldig boek. Overigens gaat het niet per se om het boek. Het heet Churchill and the Blitz. Geschreven door Erik Larsson. Dan gaat het me niet om de schrijver en ook niet om het hele dikke boek, maar het gaat om Churchill. Ja. Is het een biografie? Of? Nee, het gaat echt over de eerste maanden van de oorlog. Mm-hmm. Toen die Duitsers Londen plat gingen bombarderen. En hoe hij als leider daarin op is gestaan. Mm-hmm. En dat vond ik wel. Ik denk van, want de vraag was: welk boek inspireert je? Of wel, maar. Ja. Het is meer Churchill als mens. Heeft een prachtige film over hem gemaakt. Darkest Hour heet het. Mm-hmm. En als je ziet hoe visionair hij was. Yeah. Omdat hij misschien wel als enige in de wereld zag hoe niet alleen dat Hitler een verwerpelijk figuur was. Dat vonden denk ik wel heel veel mensen. Yeah. Maar hij heeft volgens mij de pijloze diepte van dat kwaad doorzien. Okay. Dat vond ik echt elke keer als ik die film zie en boeken over hem lees. Want het is Churchill is niet helemaal zo'n held. Heeft zo'n enorme ketsers gemaakt. Ja. Maar dit heeft hij voorzien. En hij is er ook. Dus dat is voorstellingsvermogen. Ja. Hij heeft de moed gehad om zich daar ook echt op die manier in op te stellen. Ten koste van wat dan ook. En hij heeft de kracht gehad, de executiekracht gehad, om het tot het einde toe vol te houden. Ja. Dus die man die voldoet aan heel veel van die kennisgebieden van leiderschap. Ja. En daarna heeft hij ook nog fantastische humor. En dat helpt. Een van de prachtige quotes is ooit dat een vrouw zei: meneer Churchill, als ik met u getrouwd was, dan deed ik gif in uw koffie. Waarop hij zei: nou, als ik met u getrouwd was, dan dronk ik het ook op. Ja, mooi. Dus humor is ook wel een belangrijke factor in leiderschap. En dat had hij ook volop. En als ik dan denk aan waar we het net over hadden en je boekje, je gegrijpt door geld. Stel dat er nu een Churchill op zou staan. Hebben wij een Churchill nodig? En bedoel ik een leider die toch nu zegt: hey, ik heb, hoe zei je dat heel mooi? Ik heb dat voorstellingsvermogen om echt de diepte van de problematiek te zien en daar ook echt de moed en de executiekracht in aan te zwengelen. Dat is echt een hele, hele fantastische vraag. Serieus, omdat hij komt zomaar op, waarschijnlijk omdat ik dit boek. Ja. Ik voorzie hem niet, maar als er zo iemand zou zijn, dan zou dat misschien nog tot enige hoop kunnen leiden.
Maar we zien juist al die instituties waarin die leiders naar voren zouden moeten komen, bijvoorbeeld de Verenigde Naties, die zijn machteloos. Dat is de afgelopen maanden ook weer die crisis in Gaza en noemt op gebleken de tandenloze, totaal verlamde instituties geworden. Ja. Dus ik zie niet dat er... En Churchill had natuurlijk al een lange weg door de instituties bewandeld. Ja. Ik voorzie hem niet. En die toenemende globalisering helpt daar misschien ook niet bij? Het feit dat we steeds afhankelijker zijn geworden van dit soort instituties misschien? Ja. Ja, en die we dan toch onvoldoende vorm kunnen geven. Mm-hmm. Dus de lange tijd zijn die Verenigde Naties best wel interessant geweest. Maar nu blijkt het dat het in toch, als het er echt op aankomt, een redelijk tandeloze tijger is geworden. En vrij onthutsend tandeloos zelfs. Mm-hmm. En globalisering, dat is ook een van die dingen die bijdraagt aan zeg maar die implosie die ons te wachten staat. Mm-hmm. Het is niet meer een lokaal probleem. Het is echt een probleem dat overal speelt. Ja, in die zin nog even terug naar het begin van jullie boek. Want ik vind dat je een interessant trilemma eigenlijk voorschotelt. Het is het trilemma waarbij het gaat over het niet samengaan van enerzijds globalisering, democratie en de natiestaat. Ik merk dat ik dat interessant vind omdat het daar toch steeds ook in de politiek over gaat, die worsteling. Ja. Kun je dat trilemma eens schetsen? Dat zou ik het boekje bij de hand moeten nemen. Want het was, je zegt eigenlijk globalisering, als je kiest voor globalisering, dan kies je automatisch niet dus voor de natiestaat. Nee. Als je kiest voor het ene, zo moet ik het zeggen, kies je niet voor het andere. Nee, dus globalisering en democratie, dat gaat goed samen. Ja. Maar dan verlies je de natiestaat. Mm-hmm. Omdat je zeg maar opgaat in een groter geheel. Ja. Tenminste, als je het echt goed wil doen. Hè? Ja. Dus de Europese Unie blijft maar hangen ook in die natiestaat. En daar willen we ook best aan vasthouden. Dus de Europese Unie is constant de kop van jut. Ja. In dat opzicht. Als je kiest voor democratie en de natiestaat, dan gaat globalisering niet werken. Dus ze sluiten elkaar. Je vergeet er altijd één. Ja. En dat krijgen we niet voor elkaar om dat op te lossen. Nee. En die schuring tussen die drie aspecten, zeg maar. Ja, dat leidt eigenlijk tot niks. Dat verlamt. Ja. Ja. Nog even terug naar Churchill. Dat was een leider met voorstellingsvermogen. Ik zie wel twee boodschappers. Lane en Leo met voorstellingsvermogen. Zijn het ook leiders om dit aan te kunnen pakken? Nee. Zit hier een nieuwe Churchill? Nee. Nee. Ontbreekt de moed? Nee, de moed zou niet ontbreken, denk ik. Zelfs als het ten koste... De executiekracht waarschijnlijk. Ja, wij zitten niet op plekken die er te doen. En wij verkopen best veel boeken. En het heeft behoorlijk impact, krijgt goede recensies. Nou, dan is je bereik, zelfs als je lezingen geeft of workshops geeft of whatever, is je bereik. We zitten niet op de plekken die dat toe doen. Nee. Ja. Dus dat is wel een spijtige constatering. En ik denk ook dat we inmiddels de leeftijd hebben dat we net al voorbij gaan. Ik dat te denken. Stel dat je 40 zou zijn, zou je dan nog daar anders misschien in zitten? Ja, dan denk ik wel, dan zou ik dit waarschijnlijk ook vinden. Mm-hmm. Met wat ik dan weet, als ik toen wist wat ik nu weet. Dan zou ik denk ik andere wegen zoeken om die boodschap verder te brengen. Ja. Ja. Dus misschien wel de politiek ingaan in de tijd dat er nog de verbeelding nog aan de macht was. Ja. Lang geleden met Joop den Uyl. Ja. Of anderszins, maar dan zou ik misschien wat minder die corporate kant en advisering op zijn gegaan. En wat meer de activistische kant voor het welzijn. Hmm, ja, en zie je daar nu om je heen nog enig perspectief in die activistische kant? Zie je voorbeelden waar je zegt, hey, ik doe het dan misschien niet meer, maar daar zie ik nogal enige hoop? Nee, ja, er zijn veel van Extinction Rebellion en dergelijke. Mm-hmm. Allemaal hele fraaie en in mijn ogen lovenswaardige initiatieven, maar allemaal heel klein. Ja. Dus die getuigen zeker van voorstellingsvermogen, ook van moed, maar een heel beperkte executiekracht. Heeft dat niet te maken met het feit dat ze toch een verkeerde strategie kiezen steeds? Namelijk steeds dezelfde... Ja, ze worden er niet populairder op, spijtig genoeg. Dus het blijft altijd hetzelfde als... we hadden toen dat kamperen. Ze hebben ook bij het beursgebouw... hoe heet die dat initiatief? Extinction Rebellion komt er een beetje uit voort. Ja. De naam schiet me nu niet te binnen. Nee. Te klein. Te klein, te klein. Ja, te klein en daarmee ook dus niet echt... En niet relevant. Oké, stelling 2. Stelling 2. Geen enkel perspectief zien in een oplossing voor alle ellende is een self-fulfilling prophecy. Nee. Ik geloof niet dat het een self-fulfilling prophecy is. Wat was het eerste? Was, geen enkel perspectief zien in een oplossing voor alle ellende is een zelfvulling prophecy.
Nee. Nee, ik denk dat ze gewoon echt wel echt samenhangen. En elkaar in dat opzicht wel veroorzaken. Maar niet dat het een self-fulfilling prophecy is. Mm. Dus, en we zien wel oplossingen voor al die deelproblemen. Ja. Maar waar het aan mank gaat, is dat het overstijgende, dat het totaal uit onze hand is geslagen. Ja. Maar wat moeten we dan doen? Moeten we gewoon nu maar gewoon afwachten tot de scheiding tussen haves en have-nots nog groter wordt en daarmee de destructie ontstaat? Nee, ik denk niet dat we moeten afwachten. Ik denk dat allerlei initiatieven die er nu zijn, Extinction Rebellion, whatever je maar kunt vinden, dat mensen daar vooral gehoor aan moeten geven en daar hun energie in moeten stoppen. Dat maakt het de tijd tot de implosie in ieder geval misschien iets prettiger. Ja. Maar het staat niet in de weg aan die implosie. Ja. Maar ik lees de lichtpuntjes ook. Jullie hebben het ook over, er is toch nog wel enige morele ambitie ondertussen. Jullie hebben het over een proces van herbronnen. Misschien toch meer zelfreflectie, weer werken aan vertrouwen en elkaar verhalen blijven bieden. Nou, ik lees dat soort aspectjes. Ja, maar dat is allemaal na de implosie. Oh, dat is allemaal na de implosie. Ja, ja, ja. Nee, eerst moeten we door de shit heen. Ja, je moet eerst door echt die klappen heen. Mm-hmm. En dat noemen wij ook, zeg maar, er is een therapie voor dat Stockholm-syndroom. Waarbij je werkgeheugen probeert door middel van prikkels de trauma weg te drukken. Dat is het EMDR-verhaal. Ja, dat is het EMDR-verhaal. Ja. En wij zien die implosie als het EMDR-verhaal. Dus we zitten vol met dat Stockholm-syndroom van het aandeelhouderskapitalisme. Uh-huh. En die implosie die gaat hopelijk dat aandeelhouderskapitalisme echt wegvaren. Ja. En wat er dan overblijft, daar kunnen wij ook geen enkele uitspraak over doen. Dat ambiëren we ook helemaal niet. Maar daar blijft iets over. En wat er dan overblijft, daar zou wel behoefte zijn aan herbronning, stilte. Volgens mij schrijven we ook iets over stilte en Wittgenstein. Goed gesprekken, sprezzatura, de Italiaan, gewoon met elkaar kunnen praten, met elkaar kunnen luisteren. Ja. En dat klinkt ook even zweverig, alleen dat, zeg maar, dat wordt gezien na die implosie. Ja. En dan moeten we niet weer dat shareholder kapitalisme terug weten te vinden. Nee, dat moeten we vooral links laten liggen. Maar dan is er wel behoefte, als dat wil slagen, aan dit soort wat meer immateriële zaken. Ja. En even advocaat van de duivel, wat zou maken dat we dat shareholder kapitalisme links laten liggen? Gaan we niet gewoon weer in dezelfde patronen en systemen vervallen? Ja, als het uit ons werkgeheugen is weggevaagd, als het beseffen is dat dat ons nou juist die implosie heeft gebracht, dan mag je hopen dat mensen in ieder geval voor eeuwen daarna het idee hebben van, nou, laten we dat maar even die weg niet opnieuw gaan bewandelen. Nee. Hoe vrolijk staat Leo van der Voort elke ochtend op eigenlijk? Ik sta vrij vrolijk op. Ja? Dat heeft er ook mee te maken dat ik in Italië woon en de zon valt binnen. Oké, is dat een oplossing? Dat we allemaal gewoon moeten emigreren? Ja, dan kom maar gezellig naar Italië. De deur staat open. Volgens mij kent deze problematiek geen landsgrenzen. Nee, in Italië is het net zo'n bagger als hier. In Meloni. Maar misschien even in brede perspectief, want ik merk dat ik een klein beetje positief wil afsluiten. Ondanks gewoon dat de scherpe analyse en ik het een zeer effectief boekje of pamflet vind om gewoon eens even echt met je neus op de feiten gedrukt te worden. Ja. Dank je wel daarvoor. Maar als ik als luisteraar hier naar zit te luisteren, ik denk het komt gewoon op ons af. En we gaan naar de kloten om toch even weer mijn eerste platte woorden te gebruiken. Waar haal ik nog enig perspectief uit om het leuk te houden deze dagen? Kunst. Ah. Kunst. Maar die staat natuurlijk ook onder druk. Krijgen we die btw-verhoging op boeken. Laten we het positief houden, Leo. Maar kunst, dat zou toegankelijker moeten worden. En kunst biedt niet zozeer een uitweg, maar dat geeft ons misschien ook wel een soort vrede met wat ons te wachten staat. En in de kunst, als je voor een schilderij of een beeldhouwwerk staat of naar een muziekstuk luistert, als je er echt in zit, dan ben je even weg. Ja. Nou, dat vind ik wel lichtpuntjes. Mm, ja, okay. Daar zou ook veel meer aandacht aan moeten worden geschonken. Ja, ja. Ik heb nog zo'n soort utopische gedachte dat als allemaal meer met het hart in plaats van met ons hoofd aan de gang zouden gaan, dat het toch nog iets te redden valt. Maar zeker. Nou, dat vind ik een loffelijke utopische gedachte. En ik denk ook dat dat zou werken, maar we doen het niet. Nee. Oké, dankjewel Leo van der Voort voor aanwezigheid. Gegijzeld door geld, het Stockholm-syndroom van het aandeelhouderskapitalisme.
Ik verwijs je als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering, die over 2 weken op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Dan spreken we ook weer met de auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek en plotten we de strekking van het boek op een actuele casus uit de praktijk. Ik ga onder de dekens. Tot de volgende keer. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Podimo. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.